afgelopen dagen zijn wij vereerd met een bezoek van de Prins van Oranje. Een heel bijzonder moment voor de mannen en vrouwen van de Task Force Oeruzgan, omdat hiermee nog eens het belang van de missie onderstreept wordt en de betrokkenheid van het Koninklijk Huis, maar ook van heel Nederland bij de missie die wij hier uitvoeren. We hebben dat kunnen zien de afgelopen dagen. Hij is op bezoek geweest bij vele eenheden, zowel in Chora, in Derawood, Koptabar, hier op het kamp. Overal heeft hij met de mensen kunnen praten en hebben de mensen ook met hem kunnen praten. Ik ben zeer onder de indruk van wat ik nu gezien heb. Vooral ook de inzet van de Nederlandse mannen en vrouwen die toch iedere keer weer vol inzet hier bezig zijn aan de verbetering van Afghanistan, van de Oeruzgan, voor de lokale bevolking. En die echt alles inzetten en hier ook, daar kan je echt trots op zijn als Nederlander als je ziet wat onze mannen en vrouwen hier voor elkaar krijgen. Je ziet dat onze militairen en ook onze burgercollega's het enorm waarderen dat de prins deze moeite heeft genomen. En dat kan alleen maar heel erg goed zijn voor de toekomst van Oeruzgan. Hij heeft ook gesproken met lokale bestuurders. En daarbij is heel duidelijk naar voren gekomen dat deze missie niet eindigt op 1 augustus. De missie wordt voortgezet per 1 augustus, maar dan door een andere natie. Op dit moment was er een lokaal bestuur die vol trots een paar projecten liet zien. Dat was een goed functionerende politie en ook rust in Chora, in en om Chora. Dus vorig jaar was het voor het eerst dat we zonder helm buiten konden lopen. Nu konden we ook echt met de lokale bevolking praten, kijken wat voor projecten er gaande waren. Dus er gebeurt echt heel veel.